Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En tijdens Q-Time vertel ik altijd over dingen die je kan doen in je quality time. En vandaag heb ik een bijzondere gast bij me, die helemaal uit Nederland is gekomen, toevallig op vakantie is, maar mooie dingen heeft gedaan met haar Q-Time. Vandaag zit ik met Alissa van Ommeren. Hi Alyssa. Hi How are you doing? Goed, goed, goed. goed. Hoe voelt ja. het dan weer na lange tijd in Suriname te zijn? Altijd leuk, vooral met familie. Kijk, je zit naast ja, me ja. Oh, zijn familie. Ja. Ja. Zou het niet zeggen, maar, dat okay. weet ik het niet. Ja, precies. Ja. ja, het is altijd leuk. Vooral omdat het hier ook warm is en in Nederland, ja, volgens mij is er nu veel regen. Dus, ja. Alhoewel er hier ook veel regen is. maar nee. ja. het is, is lekkerder wel. Ja, erbij al, ja. 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 Mm -hmm. nou, vele mensen zullen jou niet kennen. Maar jij hebt in een film gespeeld. Mm -hmm. En deze film is hier opgenomen, deels en deels ook in Nederland. Klopt. Ja. Voor we naar de film gaan, en waarom je er ook bent. Wat zo bijzonder is, deze film heeft uh, een hele grote prijs gewonnen in uh, Italië. Ja, klopt. We zijn naar Italië gegaan. Want het was daar genomineerd voor een, nou ja, voor een prijs voor in de categorie van 10. Plus. Mm -hmm. um, en het was blijkbaar het grootste jeugdfilmfestival van, uh, van Europa. En zijn daar naartoe gegaan. Eigenlijk had ik niet eens het idee, sorry, mm -hmm. dat, ik een, um, dat we een prijs konden winnen daarvoor. Oké, okay, voor we door naar de prijs gaan, laten we direct terug gaan naar de film. Want je hebt gespeeld, uh -huh. of je speelde de hoofdrol in de film Lewin. En waarover gaat Lewin? Lewin gaat over een meisje. Ik speel de hoofdrol, ik speel Rosie. Uh, en ze woont in eerste instantie in Suriname, maar de vader krijgt een job in Nederland. Dus ze moeten verhuizen. En hier heb ik natuurlijk alles. Ik heb mijn oma waar ik beste vrienden mee ben. Ik heb heel veel vrienden om mee te spelen, om mee te voetballen vooral. En ik ga naar Nederland en alles zit eigenlijk tegen. Mm. Dat ik daar ontdek dat ik ook in een team kan voetballen en dat ik daar ook vrienden kan maken. Um, dus dat is het eigenlijk. En voor de rest moet je eigenlijk die film kijken. Anders ga ik dingen verklappen nee, en dat, nee, niet dat we nou niet doen. Nee, precies. <laughs> Oké, okay, dus je, hebt, je bent uh, de hoofdrolspeler in een, een mooie <laughs> film natuurlijk. Maar um, Wilde je altijd al actrice zijn of hoe ben je eigenlijk beland bij de film? Want zover ik weet uh, kan je er eigenlijk alleen heel mooi zingen. want ze kan ook heel mooi zingen. En ze heeft meegedaan met The Voice, maar vandaag gaan we niet daarover praten. Nou, eigenlijk wel. Oh ja. Want ik had meegedaan met The Voice mm -hmm. en leuk en aardig prima. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van een onbekend nummer. Dus ik neem op en ze vroegen of ik um, ze hadden hem gezien bij The Voice. En of ik um, ingeschreven wilde staan bij een castingbureau, dus degene die mm -hmm. voor de audities zorgt. Mm -hmm. En toen zei ik ja. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje voor deze rol. Mm -hmm. Ik heb nooit gedacht, nou ja, natuurlijk, iedereen als kind kijkt naar mm -hmm. tv en denkt: Oh, dat zou leuk zijn. Mm -hmm. Maar het is nooit echt een droom <laughs> uh, om te geweest. Aderen. Nee, precies. En toen belden ze me en natuurlijk zei ik gewoon: Ja, waarom zou ik niet auditeren ervoor? Precies. Oké, okay, je hebt ja gezegd en. Had je meteen de rol of moest je ook nog een casting doen? Het was uh, twee rondes, maar na die eerste hadden ze eigenlijk al een beetje laten weten van mm, we willen jou eigenlijk wel als hoofdrol. Mm -hmm. Maar toen zei, moest ik alsnog een tweede keer komen. Weet je wel, voor de zekerheid. Misschien was die eerste keer gewoon een gelukje. Mm -hmm. Dus toen moest ik voor de tweede mm -hmm. keer komen en toen uh, hebben ze me ook al direct die middag gebeld van je hebt de hoofdrol, dus dat... Uh... Mooi. En hoe voelde ah. dat dan? Want basically is een Child Dream, die eigenlijk niet zo serieus was is gewoon één keer ja. uitgekomen. Het was heel gek, want het was tegelijkertijd heel erg, hoe zeg je dat? Uh, onverwacht. Mm -hmm. Dus het was een beetje een soort van. Ik was een beetje in, 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 ik... schok, in shock. Dus, maar het was heel leuk, natuurlijk om te horen. Maar het leuke begon pas toen we echt begonnen met filmen. Ja. Want dan wordt het werkelijkheid. Ja, hoe was dat dan? Want kan je, je nog de eerste dag op set herinneren? Of. Uh, moest je eerst naar een uh, reading, want ik, ik weet dat uh, in Amerika, of tenminste, ik ben best wel Engels georiënteerd, moest je naar een reading gaan, en mm -hmm. after that ging ja, het... Ja, uh, precies. Eerst was er een, uh, een reading, maar ik had ook nog heel veel andere afspraken met andere mensen om allemaal dingen door te lopen. En ik had ook een acteercoach, omdat ik dus nooit eerder had geacteerd, of heb geacteerd. Um, waar ik gewoon een paar afspraken mee had, en dan hielp ze me met dingetjes, en dan deden we al scènes. En toen uh, hebben we een reading gehad... En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een mailtje van. Uh, op deze datum moet je daar en daar zijn. En toen was ik daar. En heel fijn was, mijn eerste draaidag waren alleen scènes waar ik alleen in speelde. Zodat je ja, heel comfortabel werd in ja, de rol. Ja, precies. Nice. Dat is heel goed en het leuke van deze film is dat dus een deel in Suriname wordt opgenomen. Uh, is, is er een verschil tussen, of heb je een verschil ervaren tussen. Um, werken met mensen in Nederland, regie en everything en setup. En toen kwam je naar Suriname en dan had je. Um, Surinaamse cast en everything that mm -hmm. daarmee kwam kijken. Hoe was dat? Of was er een verschil? Ja, er was sowieso een verschil. In Suriname heb ik veel meer contact gelegd met de, met de crewleden. Niet per se de castleden, want de castleden zijn altijd aan het babbelen. Mm -hmm. Maar hier waren ook de crewleden die dan mee gingen, begonnen te babbelen. En hey, ik ga je vanavond meenemen hier naartoe. Mm -hmm. Laten we dit en dat doen. Terwijl in Nederland is het gewoon allemaal iets serieuzer. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is het overgrote verschil. En draaien in Suriname is natuurlijk veel heter. Dus het is veel vermoeiender om hier te draaien. Dus dat, dat was het grootste verschil. Interessant allemaal natuurlijk. En natuurlijk weer een super nieuwe ervaring voor jou. Als je dan naar deze periode terugkijkt. Je hebt je eerste film op je naam staan. Direct de hoofdrol. Uh, hoe zie je jezelf verder gaan? Want de film zit erop. We gaan zo terug naar de prijzen die gewonnen zijn en everything dat daarna volgde. Maar ga je dan door met acteren? Als ik, op dit moment ben ik aan het studeren. Mm -hmm. Dus het is nu niet dat ik per se op zoek ben. Maar als iemand mij benadert, dan ga ik sowieso wel, als ik het project leuk vind, ga ik sowieso ja zeggen. Dus ik vind het heel <laughs> leuk. Uh, maar ik wil eigenlijk eerst mijn studie zoveel mogelijk afronden. En dan uh, alles wat op mijn pad komt, dat komt op mijn pad. Dat greep gewoon als je het ja. leuk vindt. Oké. Okay, Goede motivatie. De film, want nu kan je me vertellen over. De film is af. Hij is wanneer uitgekomen in Nederland? In april is hij uitgekomen. Uh, 16 april, iets mm. in die richting in ieder geval. En het, heeft, uh, het is toen opgegeven voor een prijs of zo? Well, Hoe is dat precies gegaan? Ja, yeah, dus ik geloof dat iemand van productie of iets in die richting stuurt gewoon die film op naar heel veel verschillende uh, yeah, festivals of wat dan ook. Maar het kan ook zijn dat die festivals de film uh, selecteren. Um, en toen is hij opgestuurd. En ook leuk nieuws. Hij is nu ook genomineerd voor een festival in Tokio. Oh, wow En in Nederland ook een festival. Cinekit heet dat festival. Um, dus toen is hij opgestuurd. En dan kreeg ik gewoon uit het, uit het niets een mail van... Wil je naar Italië komen? Alles wordt voor je betaald. Ja. Waarom niet? Precies. Dus zo is dat gegaan. En toen zijn we die kant op gegaan. En hebben we zo... Out of nowhere een prijs gewonnen. Nice. Ja. En wat is de prijs weer precies? Um, we hebben twee prijzen gewonnen eigenlijk. Mm -hmm. De eerste prijs is, um, het is een beetje ingewikkeld, maar er was een thema uh, rondom het festival. Dat is indispensable, dus mm -hmm. wat is onmisbaar. Mm -hmm. En um, dat is een prijs speciaal voor de regisseur. Dat hij dat thema zo goed mogelijk nou ja, als beste eigenlijk naar voren heeft laten komen in de film, voor alle films. En het tweede, de tweede prijs was eigenlijk gewoon de beste film in de categorie 10 plus. Dus dat was kinderen tussen de 10 en de 13 jaar. Die kregen dan zeven of negen films te zien. En dan mochten ze stemmen. En toen hebben ze dus op onze film gestemd. Nice, mm -hmm. very nice. Is je leven veranderd? Of vind je dat je leven is veranderd nadat je deze film hebt gemaakt? Bij heb je die sterralluren? Of zo? Moet je nee, een rekening nee. met je houden? Hè? Aha, nee, grappig. Nee, voor zover ik weet, is het niet, niet zozeer veranderd als in mijn dagelijks leven? niet. Sowieso niet. Ik heb ook nooit gehad dat mensen echt op me afkwamen rennen en afkwamen lopen um, om iets te vragen. Buitenom dan de première. Dus in die zin is het gewoon hetzelfde gebleven. Maar bijvoorbeeld dit soort dingetjes, mm -hmm. dat had ik daarvoor niet. Mm -hmm. Dus dat is wel anders, maar dat is ook. Sporadisch, het is niet elke week of elke dag. Of... Dus, Af en toe. Precies. <laughs> ook leuk. En nu zijn we hier, we zijn nu in Suriname. En wanneer komt de film nou uit in Suriname? Want ik bedoel, van, het is hier opgenomen, we willen het ook hier. Zien. Uh -huh. <laughs> 21 augustus is de première, um, en daarna zal die gewoon te zien zijn in TBL um, whenever ik geloof. In eerste instantie stond hij op 31 augustus, dus het kan zijn dat hij dan 31 augustus echt fully fully gaat draaien. Maar ik moet zeggen dat het allemaal een beetje broeien is gegaan, omdat het, uh, we een beetje hebben geschoven met de première. Maar in ieder geval tussen 21 en 31 augustus. <laughs> Oké, okay, daarna gaan we kijken. En de doelgroep is dus vanaf 10 jaar? Mm, ja, ik zou zeggen, maar ik denk dat het vooral een beetje rond de 14 ligt. Zou ik zeggen. Ik zou juist zeggen. Ja. Alrighty. Um, je hebt, als ik je nu zou vragen, misschien had ik dat eerder moeten vragen, maar wat is de genre precies van. Uh... Mm, sport mm -hmm. slash drama. Ja, sport slash drama. Want het is natuurlijk. Het is echt een verhaallijn en je gaat ook wel emoties voelen van dit gebeurt er, dat gebeurt er. En er gebeurt ook iets met het personage of de personages in de film. Uh, maar tegelijkertijd is eigenlijk het hoofdthema van de film sport, voetbal. Okay. Ja. Kan je zelf voetballen? Uh -huh. oh, okay. dat <laughs> of in ieder geval dat, dat zeg ik. <laughs> <laughs> nee, um, ik heb vanaf mijn tiende heb ik, zit ik op voetbal. Ik ben nu negentien, dus dat mm -hmm. is wel een aardige tijd. Dus ik kan wel een balletje trappen. Ik ben geen uh, Messi, precies. Of maar <laughs> precies, maar ik kan zeker wel een balletje trappen. Oh, nice, nice, ja. nice. En dat ben ik vergeten te vragen. In het hele proces van veel mensen had je echt een gevoel van, oh my god, ik heb zenuwen of dit is eng. Of ging het gewoon nee. natuurlijk van, hey, dit, ik ga dit gewoon doen. Nee, het is echt een proces waar ik doorheen ben gegaan van het begin van die eerste draaidag. Want ze wilden het wel comfortabel voor me maken dat ik alleen was die eerste draaidag. Maar tegelijkertijd opzet zijn al snel 50, 70 mensen of zo. Die dus allemaal via zo'n klein schermpje, via een iPad of een tablet of wat dan ook, naar mij zitten te staren mm -hmm. of ik het goed doe voor de eerste keer. Mm -hmm. Dus dat was wel spannend. Maar op een gegeven moment um, zeggen mensen ook tegen je van ja, je bent gekozen, dus je hoeft niet moeilijk te doen. Wat je ook doet is goed. Als iets niet goed is, dan wordt het gewoon verteld. En, um, dus het begon heel erg spannend. Maar op een gegeven moment werd het heel relaxed, heel natuurlijk. Nice. Nou, we hebben alles eigenlijk, of tenminste, we hebben niet alles gehad. Je hebt me verteld hoe je daar terecht bent gekomen, hoe de film is gegaan, het proces daarna. En eventueel, als uh, Hollywood je belt, ga je morgen direct door. Uh -huh. <laughs> maar in het hele proces, wat is het leukste, mooiste of iets dat is gebeurd dat je echt uh, voor nu gaat bijblijven of echt is bijgebleven? Mm, natuurlijk, het, ja, het contact wat ik heb gelegd met iedereen en de mensen die ik heb leren kennen, dat, is, dat staat sowieso bovenaan. Uh, maar ook um, echt scènes die we hebben gedraaid. Bijvoorbeeld, we hebben een hele verdrietige scène, um, die heel veel impact op me heeft gemaakt tijdens het draaiproces dan. En um, een hele leuke, ja, van die bloopers die we hebben gemaakt, dat zijn ook van die dingetjes die je dan niet vergeet, waar je dan aan terugdenkt, <laughs> ja. random op een ja. zaterdagmiddag, en je gewoon begint te lachen. Mm. Dat zijn echt de, de dingen die me bij gaan blijven. Nice. So Wel, ik ben in ieder geval super trots op je als um, Surinamer eerst. Dat jij dit uh, <laughs> gewoon de wereld ingaat en van Surinamse kam af bent. Natuurlijk ook als je grote nicht, girl. ben pushing. <laughs> en ik vond het super fijn dat je hier weer mee wilde zijn vandaag en uh, vertellen over uh, de film Lewin. En ik kan niet wachten om die te zien. Misschien wil jij nog uh, voor de laatste keer de mensen uitleggen en uh, uitnodigen om te gaan kijken wanneer deze film uitkomt mm -hmm. in Suriname. Um, uh, kom alsjeblieft kijken naar de film Leeuwin, het is een super leuke film voor jong en oud, zo heb ik gehoord het is niet alleen mijn eigen mening mm -hmm. uh, dus heel veel plezier bij het kijken en laat me vooral weten wat je ervan vindt tot dan Girl. perfect <laughs> thank you for coming ja, ik nogmaals kan niet wachten om te zien hoe deze film op het grote deel kan uitzien <laughs> bedankt voor de uitnodiging, <laughs> anytime <laughs> nou Jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Alissa van Ommeren. En zij speelt de hoofdrol in de nieuwe film die is uitgekomen. Die Lewin heet. Deze komt, of tenminste, hij gaat 21 augustus in première in Suriname. En daarna gaat hij gewoon voor het publiek in uh, TBL ook uh, vertoond worden. En ik zou zeggen, ga hem checken. Want het is eigenlijk uh, talent dat de hele wereld overgaat. Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik ben even van mijn apropos. En remember: your time plus my time is q time. Time. What is a June time. June time. This is another Supreme production. Supreme TV to entertain, to inform, to inspire.